Het theaterstuk Bakka voor Tentiari is gisteren speciaal voor de pers opgevoerd in theater Thalia. Dit stuk wordt geregisseerd door Alida Neslo en de acteurs zijn Elisabeth Perotti, Tanuya Manishan, Stanny Handigman, Ivan Tayapin, Percy Chin en José Parami. Bakka voor Tentiari is een Newsteam-productie van Artlab.sr. Dit theaterstuk is gemaakt in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. De première is daarom ook vandaag. Dit theaterstuk is voortgevloeid uit het project Newsting van Artlab.sr, waarbij 15 personen de kans kregen een theaterscript te leren schrijven. Het doel van dat project was om het Surinaamse theater op een hoger niveau te brengen. Volgens Alida Neslo, regisseur van het theaterstuk, komt de inspiratie van Bakka voor Tentiari van Diego Lapar. Diego is lang geleden een student van me geweest. En hij is deelnemer geweest aan het festival Newsting bij Artlab. Samen met Ride About Now Amsterdam. En uit dat festival zijn er 3 stukken gekozen. Die worden als aanmoediging worden geanceneerd. Het is nog niet zo dat het al grote zaalstukken zijn. Dus mensen moeten niet denken, dit is af. Dat is het helemaal niet. Maar ze doen goede stappen op weg naar een nieuw schrijverschap. En we hebben nieuwe schrijvers nodig, denk ik. Sinds Thea Doelwijd en Henk Tjonier zijn geweest, zijn er in Italië eigenlijk geen nieuwe schrijvers bezig geweest. Er is een schrijversvakschool waar dat er behoorlijk wat mensen ook bezig zijn. En ik heb daar ook een paar leerlingen gehad. Dus ik weet dat er van alles op komst is. En misschien in de komende jaren dat Thalia weer een beetje met jonge mensen bevolkt zal worden. Zoals ik dat een beetje gekend heb. Alida Neslo, regisseur van het theaterstuk Bakka voor Tentiari. Het verhaal voert ons terug naar de viering van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Neslo zegt dat er een bepaald verband bestaat tussen het verhaal en de onafhankelijkheid. Daarom komt dat radiofragment steeds terug. Ik weet niet of dat duidelijk is voor mensen, maar het is geen realistisch stuk. Hè? Het speelt voor een deel in de hemel, voor een deel op aarde, maar ook voor een deel eigenlijk in de droomwereld van die man die daar in coma lag. Want hij wordt wakker op het einde en hij meent in die verpleester God te herkennen. Die zegt ook, praat ook over het enige gebod van God, het belangrijkste. Dus je weet niet wat waar is en wat niet waar. Het is een beetje een droomstuk. En je laat mensen een beetje, je kan het opvatten als een slapstick, hè, als comedy, maar dat wilde ik niet. Mensen hadden tijdens Newsting al zich plat gelachen, maar 2 keer hetzelfde, dat is niet interessant. Dus ik wilde gewoon laten zien dat er behoorlijk ernstige dingen gezegd worden aan de. En wat de vader zegt is eigenlijk wat een groot deel van het publiek denkt. En wat helaas soms ook parlementsleden denken. Neslo, regisseur van het theaterstuk Bakka voor Tentiari, een 100% Surinaamse productie. We spraken haar gisteren tijdens de speciale persvoorstelling in theater Thalia.